Twee tegen één met glimmende monsters. Twee bros tegen elkaar. Wie is de echte Pokémon-meester? Je krijgt het voor elkaar. Hallo kijkers van Shine Sprites. Welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Glowing Garnet Shiny Cage Lock met Sam. Met mijn controller die uit is gevallen. Met Sander van Gaming SB. Mijn controller staat nu weer aan. En hij doet het ook weer. Laten we Winona eens eventjes helemaal kapot maken. En daarna hebben we weer zo'n schattige cage match tegen Sandering. Weet je wat ik dan wel denk? Nou. Tackle gewoon je angst en heb een beetje vertrouwen. Dat denk ik dan, maar... Oh, intro momentje. Ik dacht al, van onzin. Kraamt hij nou weer uit? Hoe bedoel je? Hoe bedoel je? Winona. Waar was dat een referentie naar, weet je dat? Nee. Sorry. Swallow. Ik vind hem wel swell. Sorry Nando, Jordi en Paddy. Ik weet niet of Paddy kijkt, maar... Ik heb het geprobeerd. Ik heb echt mijn best gedaan, dat merkten jullie, hè? Maar het is me niet gelukt. Heb jij al nagedacht over wat je gaat... gebruik in de cage match. Oh, nee. Oh, ik heb nog steeds die Megastone niet van afgehaald. Nee, ik moet er nog even goed over nadenken. Staraptor? Intimidate, dat is wel kut. Moet je een special attack hebben? Of gewoon alsnog killen. Dat kan ook. Ja, maar je hebt ook allemaal super effective moves en zo. Jij krijgt ook een. En hoe heet het? Een electric type voor de gym. Sowieso dat hij dan weer tall out in één. Oké, dat gelukkig een keertje niet. Ik ben het zo hard aan het ownen. Ja. Deze had een mega, dacht je? Van, dat denk ik. Ik denk dat hij dat zijn mega Altaria heeft, maar. Oh jee. Ik heb wel een poison type, dus dat scheelt. Waarom heeft deze allemaal normal flying types? Dat is voor mij de sonar. Juist. Ik ga hem even invriezen hoor. Even invriezen. Doe het maar. Volgens mij is dit de eerste keer dat ik Heatmore echt letterlijk gebruik, zeg maar. Oh, wow, je hebt een Heatmore? Ja. Oh, hij is sturdy, maat. Stel, hij deed nu counter. Saint Joe Bingo! Nou, als je nee hebt. Oeh, Hyper Potion. Betekent dat sturdy dan weer opnieuw in effect gaat? Ja. Ja, want hij is full health, hè? Full health is werkbaar. Maar dat is op zich niet erg, want eigenlijk moet hij nu nog een keer een Hyper Potion gebruiken, want dan gebruikt hij die niet meer de laatste. Oeh, Spikes, dat is ook kut. Oké, Skarmory is gone. Stiel. Yeah. En heb ik gelijk. Er komt een Altaria in ieder geval. Ja, maar dat zegt wel niks. Is het als laatst? Ja. Ja, dan zal het wel. Yep. Wie dan play rough? Dat toch een drakentype is. Hè? Oh, ik dacht dat het een fairy type was. Dus ja, wordt ook een fairy type. Maar het blijft een drakentype. Volgens mij wordt hij Dragon Fairy. Oh. Hij is one hit KO, dus ik denk het wel. Oké, ik zeg niks. Een P-liepe. Ik heb niks voor een P-liepe. Dus ik ga hem even rusten. Zo, die was snel neer. Roost! Als het een heer was, was de heer een heer.
En kraakte die elke puzzel? Nou, ook misschien. Ik mag nu eigenlijk niet progressen. En ik mag ook geen nieuwe andere Pokémon in mijn team doen. Ik mag wel even hier. Yes. En dan is het zo meteen vechting. Vechting? Poison Fang. Dat is wel slim, Sandering. Ik ben trots op je. Het was wel een crit, maar dat maakt niet uit. Heeft ze de Hyper Potion al gebruikt? Ah, refresh is al een beetje. Naar. Ja, net alsof, net alsof zij wist dat het ging gebeuren. Maar ja, hij was ook een badly poisoned. Als het nou gewoon poisoned was, had ik dat niet zo erg gevonden. Maakt op zich ook sowieso niet zo heel erg veel uit. Oké. Connected to a room. Any game in Fortaleza. You can now use fly outside of battle. Nou, Mac op tijd. Maar langs gekregen, ja. Wee. Ik zit in VPS Bolivia, zeg ik. Wow. Hoezo kan ik niet naar mijn... Sander, hoe oud ben je nou eigenlijk geworden? 25? 25. Wow, yo, nice. Ik had het goed. Lekker in. Ja, je wist gewoon dat ik van 1999 was. Oh, je bent zelf van hetzelfde jaar als mijn zusje, dat is ook zo. VPS Bolivia? Ja. Oh, daar. Oh, ik zie gaming is being, zie ik. Lekker in. Ja, Ing. Hoe ga ik nou verder? Oh ja, ik moet het gewoon op kruisje drukken. Ik denk altijd dat het kruisje drukken fout is, man. Oh, je kan je gewoon op kruisje. Oh, je kan gewoon op kruisje drukken, what the fuck. Play online with other rings. Nice to meet you. Battle. Dat vind ik zeker. Nice two player match. Single battle. Normal rules. Ik zal eventjes jouw dingetje op de dingetje doen. Ik ben nu mijn eigen stigma aan het kijken. Dat is beter. Oh ja, ik zal jou ook eventjes naar beneden doen. Ja, ik denk zeg het eventjes, want dan schijnt me mij afkijken. Oh ja, natuurlijk. Pas een grapje, Ingrid. Dit wordt my chance, maar dat ligt heel erg aan met wat jij kiest. Portal start. Please select, ja, mag ik dan ook? Ik zat te denken voor de mensen thuis aan deze Pokémon of aan deze Pokémon. Nee, deze Pokémon of aan deze Pokémon. Maar ik weet dat... Waarvoor ik het zeg? Ja, het zou erg kut zijn als je met die ene Pokémon gaat waar... Er is er eentje die je moet niet kiezen, anders dan word ik echt boos. Ja, die andere ook. Het wordt nog best wel spannend, zie ik trouwens. Kutzooi. Risk it for the biscuit. Kut, mag ik nog terug? Nee, ik denk het niet. Ik zit even heel erg hard na te denken. Ik heb voor een Pokémon gekozen waar jij 3 counters op hebt. Ah. Maar dat bedacht ik me pas toen ik hem al ingelokt had. Wat? Oh, dan heb ik het fout gedaan, denk ik. Nice. Ja. Oh, ik zat zo te twijfelen om Roserade in te zetten, want dat was inderdaad de gunstigste. Yep. Maar als jij dan Latias, alleen als je Latias had ingezet, dan was ik fucking hard. Eerlijk is eerlijk, ik dacht dat jij Latios in zou zetten. Want ik dacht, je wil zo snel mogelijk regelen dat je die Megastone kan gebruiken. Dus ik dacht van, nou, dan, als hij die kiest, dan heb ik in ieder geval een... Nou, dit is een leuke battle wel.
Ja, nee, super. Oh, bijna won het KO. Je ging voor de freestyle, hè? Ik had je wel door. Ja. Ik kan niet zoveel anders doen. Ja, heel jammer dit. Nice. Oké, ik ga voor TM's. Deze was best wel heel gevaarlijk. Ik had gewoon... Maar ja, ik denk... Ik had echt verwacht, jij gaat laten die... Zeg maar, jij ziet dat ook. En je gaat dan laten die as inzetten, omdat je ziet... Easy killetje. Maar ik denk dan dat met laten die as alsnog had gewonnen van de Altaria. Ja, dat kan. Maar... Want ik denk dat Latios sneller is. En ik ook gewoon een super effective move dan heb. Ja, maar dan had ik wel freeze gedaan. Nou ja, we hebben gezien hoe dat afliep. Maar... Ja, en dan nog. Ik denk dat ik sneller ben. Ik denk dat ik je met Latios one-hit had geko'd als ik Dragon Breath had gedaan. Ik ben wel blij dat... Zeg maar... Oké. Ik ben nu wel, laat die, dat is wel de enige. Nee, ja, ik ben op zich wel blij dat ik deze kwijtraak, want die boeit me niet zo heel veel. En het is toch een flying mon, kan je weer wat anders doen. Ja, kan ik bug flying in plaats van dragon flying. Jij hebt helemaal niet zo heel veel Pokémon, zie ik. Nee, ik ben alles verloren. Oh, ook bij Maxi zeker. Ja. Ik ben ook best wel wat verloren bij Maxi. Ga jij maar even daar een Pokémon vangen. Oké, rustig. Zullen we... ik wou nog heel even, nu we nog best wel ver van tevoren zitten... nog heel eventjes over de regels van de Pokémon League hebben met jou. We pakken gewoon weer een level cap. Die gebruiken we gewoon van tevoren. Alleen zullen we ervoor kiezen dat je niet per se het team mee hoeft te nemen naar de Pokémon League die ook in de laatste Final Cage match wordt gebruikt. Zodat we, mochten we Pokémon's verliezen, we wel gewoon een 6v6 kunnen doen. Snap je dan wat ik bedoel? Of zeg je van, doe toch maar wel gewoon. En dan als iemand Pokémon kwijtraakt. Ja, aan de ene kant, ik snap wat je zegt, want 6v6 is wel hype. Mm-hmm. Maar... Dan wordt het wel een beetje... Dan wordt het wel echt heel onvoorspelbaar, zeg maar. Ja, dat is waar. Voor... Daarom wil ik het er ook nu over hebben en niet vlak van tevoren. Is dit eigenlijk een nieuwe route? Ik weet het niet, eigenlijk. Ik vind het lastig. Dit is geen nieuwe route nog steeds. What the fuck? Deze route is tam te groot. Dat kan. Hey, Shiny Meryl! Oké. Wel een goede Pokémon voor je team, denk ik. Ja. Zo Fairy-type. Ja, als hij net als het mijne ook huge power heeft. En water, maar... Ja. Maat, deze route is zo tantogroot. Ik wil gewoon een nieuwe route, dan kan ik weer Pokémon vangen. Dank je. Ja, dat route klopt. Route 121. Welke Pokémon kan ik hier vangen, Sander? Een coole? Meryl. Weet ik het. Vraag naar mij. Jij weet dat beter dan ik. Ja, maar hij is toch aangepast hier. Featuring Cutie Cat? Zie je dat? Ja, liefie. Hey, Shuppet, dat is wel vet. Dat is wel vet zuur. Oh nee. Ik wil gewoon wel ook gewoon... Oh, dat er ook gewoon vet. Andere orders zijn, zeg maar. Zodat wij ook niet allebei dezelfde Pokémon krijgen. Dit zijn weer shit. Ja, nee. Dan moet ik straks weer niet je hoorden gaan doen. En we weten hoe dat afliep de vorige keer. Mm-hmm.
Oh, fuck, mijn honey is op. Ja, dan reset je toch. Ik heb fly nu, hè, dus dat is mooi. Deze kant. Ze rollen helemaal uit. Die Merrills. Ja, dat doen ze, ja, die Merrills. Dat is zo'n rock type. Ben jij ook een rock type? Wat? Doe dan een blauw duimpje omhoog. Nee, je moet juist het zeggen wat iedereen heeft, Sander, want dan moet je altijd een duimpje omhoog doen. Jij moet nog even een paar afleveringen Meisje Jamila kijken. Alsjeblieft niet. Als ik dood wil, dan springen we van een brug. Oké. Okay. Gebouw. Maar dat wil ik voorlopig niet, want ik wil eerst een leven hebben. Ik ga niet mijn hele leven proberen een opleiding te halen en dan vervolgens mijn leven te beëindigen. Ja, dat is wel heftig als je dat doet, ja. Dan heb je eindelijk wat bereikt en dan ga je dan stoppen. Nee! Sorry. Vond ik niet leuk, dat vond ik niet leuk. Sandring wordt mad? Ja, hoe zit deze Meryl niet in een grating ball? Because he doesn't like great balls. Maar hij houdt wel van zo'n première. Weet jij, ik zie hem ook altijd bij de première van de Dungeons & Dragons film. Zie, ik zei het. Hoppatee. Ik ben helemaal niet bij die Dungeons & Dragons film geweest, maar... Nee, de bronnen. Ik wel. Ja, nee, ik heb hem wel gezien, maar ik ben niet bij die film geweest, zeg maar, in de bios. Niet dat ik hem illegaal gekeken heb. Oh, deze kan ik eindelijk. Ik weet niet hoe hij hem schrijft, maar... Nou, ik weet wel hoe hij hem schrijft. Waarom lieg je dan tegen mij? Ik weet niet zeker. Oké, ik ga toch checken. Wacht even hoor. Nou, ik wist niet hoe je Kane schrijft. Oeps. En toen dacht ik, oh, maar ik weet wel hoe je Hurley schrijft. En toen dacht ik, nou, maar dat weet ik eigenlijk ook helemaal niet zo heel zeker. Wat een crazy guy. Oh, Epsom. Die zou ik krijgen vandaag, toch? Zei jij. Ja, dat gaat niet meer lukken, want die kan je alleen daar vangen. Kut. Hey, dat betekent wel dat ik gelijk had. Ja. Ik zou het zeker even ergens noteren, Sander, want dat gaat niet vaker gebeuren in je leven. Oh. Was dat onaardig? Het was alleen onjuist, maar... Oh, het was alleen onjuist. Dat is wel gewoon aardig. Als het juist was, was het niet per se onaardig, want dan... Spreek ik gewoon alleen maar fact. Ja, maar... Nu was het niet juist en dan wordt het dus eigenlijk automatisch ook mee onaardig. Aha. Je moet wel uitkijken met levels, want de volgende level cap is 50. En... 50? We hebben echt nu een... Nee, 50. Ik zei 50, dat hoorde ik ook wel, maar ik wou gewoon even kippen. Maar het probleem is, we moeten nu echt een heel groot stuk game doen, voordat we bij de volgende gym zijn. Waarom zit er dan zo weinig... Wat kut games? Sander, dat kan je van Gen 3 echt niet zeggen. Hoezo, de level cap is echt... Oké, nee, ik ben in Johto, zeg. Nee. Nou, ik wil gewoon niet het gras raken. Ja, dank je. Oh. Kijk eens, dit hebben jullie niet gezien. Maar ik wel. Nee. Jij reageert niet, dus ik ging eigenlijk automatisch. Yo, naar Zoomerill. Cool. Lightball, joh, nu kan ik Pikachu. Nou, oh, er zitten ook Wingulls, joepie. Die heb ik al. Joh, maar je kunt echt letterlijk al deze trainen skippen. En hier is een nieuwe trainer in. Shiny meteen in? Nee. Setting.
Hoe lang zijn we al met deze aflevering bezig? Hierna is het wel gedaan, denk ik, met de pret. 19 minuten. Ja, oké. Okay. Hierna is het wel gedaan met de pret, denk ik. Zeker, hè. Oh, voor jou ook, oké. Okay. But I had a lot of pret. Daar gaat het om. Ook als het ermee gedaan is. Als je maar pret hebt gehad, dan mag je zo'n flesje hebben. Dan mag je ook een pet hebben, voor mij. Maat, shuppers, ben gewoon een shiny. Shiny. Precies, volgens mij is die oranje. Ik voel dat die oranje is, de shuppert. Ik voel dat het de Keklian is. Nu had ik toch die Keklian moeten punten. Aesthetics. Dan is Dupes. Niet te verwarren met Dobbs. Oh wacht, ik mag natuurlijk speeding up. Ik was helemaal vergeten. Sandring. Hoe ben ik dit vergeten? Ja, dat is wel erg. Mr. Speed Up was het gewoon vergeten. Ach ja. Zo is het. Nou, hoeveel frisk hebben deze mannen? Weet je wat ik nu wel hoop? Nou? Dat ik geen ticket krijg. Snap je? Ja. Ik snap hem, want omdat ik nu aan het speeding ben. En dan krijg je een speeding ticket. Jongens, help. Wat doe ik met mijn leven? Echt hoor. Dit was dus precies de reden waarom ik mijn leven dus nog niet wil eindigen. Dit ben ik nu aan het doen met mijn leven. Kan alleen dus, maar beter. Ja. Dat is het voordeel van dieptepunten, hè? Kut, Bingo. Wat op. Niemand mag jou. Wow. Wat een haat naar Wingull. Mag jij Wingull? Ja, ik mag Wingull zeker. Het is gewoon een goede Pokémon. Oh. Oké. Okay. Nee, dan heb ik niks. Nee, dan heb ik mijn woorden ook terug. Ho-ho. Ho-ho? Ik zei niet ho-ho, voor de duidelijkheid. Nee, niet al die frisks. Ik frisk jullie op je bek. Als je zo doet. Oh, jongens. Dit duurt maar wat te lang. Ik sta hier al een tijdje bloemen voor de dood en zo. Weet ik wat? Zit dat er niet in? In die zongtekst. Dat weet ik eigenlijk niet. Bloemen gaan dood. Ik denk het wel. Want dat gebeurt als je al een heel tijdje staat te wachten. Maat, jij bent zo raar. Als je toch heel lang staat te wachten. Stel, ik ga nu 10 jaar wachten, hè? En ik heb hier een bloem vast. Dan gaat die toch dood? Dat klopt. Dus dat is gewoon heel logisch om het in het nummer te zeggen. Oh, ik ken hem ook niet verder, jongens. Frisk. Ik ga 400 speed eventjes hoor. Oh, ze hebben niet eens allemaal frisk. Frisk it for the biscuit. Ja. Ah! Shuppet, ben gewoon eens schijnend. Nee. Hey, kijk wel. Die heb ik ook gehad. Als ze cool waren, hebben ze roze Keklian nagemaakt van de spin-off. Ja, heb je niet liever een fully original als echt oranje? Wojo? Jij hebt dat sowieso al een keer gezien. Oeh, hoe moet ik die ooit zien, Sandring? Dit is toch van die A-drive of B-drive? Of C-drive? Ja, die heeft hem denk ik wel eens gespeeld. Dat zou best kunnen dat ik hem daar heb gezien dan. Yo, spijt? Heb je er spijt van, Sander? Hij deed spijt. Daar heb ik spijt van. Hé, hey, hou ze op allemaal met de klieren. Hé, hey, maar die heb ik al, dus ik mag gewoon nog een keer. Ja, man, klieren hier. Dat wil ik niet. Ik heb een buis. Nou, nu heb ik buis. Hé, nu heb ik hem trouwens alweer.
Dit is een Will-O-Wisp. Word ik weer geburninkt. Nobody likes when I word geburninkt. Behalve Milan. Dat weet ik niet trouwens, dat zeg ik wel. Maar... Gosh, mijne. Ik heb wel een coole avatar naam voor als ik een Shepard vang. Painted Lady? Nee, die heb ik volgens mij al een keer gebruikt voor iets. Dat weet ik niet. Ga nou niet spijten. Nee! Nu kan ik hem nooit meer hitten. Dat is niet raar, maar... Dialoog. Maar als ik dan nu twee doe, hè, dan dialoog ik. Wow. Als je er zo'n PowerPoint van maakt. Ja? Ja. Dan dialoog je. Ja. Als je nu een psychische Pokémon van maakt. Nederland. Oh, Nederland. Maar dat is niet helemaal... Die zit niet in de... Die zit... Ah, frik. Die zit niet in de... In het die hoorde mijn grapje in ieder geval. Hm? Of je vond hem niet grappig, dat kan ook. Wat? Zijn een leuk grapje? Ja. Tel maar, nog een keer. Ik zei van, als je hem nou psychic type maakt, dan is het een psycholoog. Nee, die heb ik niet gehoord. World Tour Nament Saga Hina Zuma 11. Er zit Nederland niet in. Dat vond ik jammer. We hebben... Nederland. Boom. Nederland. We hebben... Australië, Qatar, Zuid-Korea, Saoedi-Arabië, Red Vipers, what the fuck? Oh, Oezbekistan bedoel ik. Thailand, China, allemaal niet. Ho. Zuid-Afrikaans. Qatari. Germany. Brazilië, Spain, France, Japan, Italië, Amerika, Engeland, Argentinië. Geen enkel is ook maar enigszins oranje. Wie heeft oranje haar? Oh, ik zie iemand die oranje haar heeft. Dat is een hele leuke. Hoe heet die? Heet die gewoon Thor? Nee. Die heet Vincent. Oeh, Raiden. Zonder. Nee, niet Raiden. Oh, twee! Lol. Ik heb een Nederlands wiki nodig. Sorry, niet in het Nederlands. Ja, zie je wel. Thor heet die. Die is wel oranje. Ik wil hem al Nederland noemen eigenlijk. Dat mag niet. Hoe ben ik zo lang bezig geweest? Ik zie nu dat we een uur bezig aan het opnemen zijn trouwens. Een uur? Ja. 28 minuten. Close enough. Ik ben wel lang bezig geweest met die naam. Dat is waar. Je kunt ze ook alle twee niet vangen, hè? Sim. Oh shit. Oké. Mooi. Waar is die fucking Pokécenter? Voorlopig nog niet, hoor. Jawel. Dat zeg ik terwijl ik de game niet ken, trouwens. Klote mandatory battling. Gaat even minder speed. Oh, alleen een Pikachu, maar die is easy kill. Ah, shit, mijn easy kill is burnt. Yay, ik moet alleen even kijken hoe die ook weer heet. Nou, dan doe je dat toch. Dat kwam echt heel agressief uit. Ja, hoe durf je? Sorry. Oh ja, zo ja. Ik wist wel hoe die heette, maar niet hoe je het schreef. Want je schrijft het heel anders dan dat ik dacht. Ja, dat is jammer.
Vincent. Nee. Fatu? Ah. The Evil Dames. Avatar. Precies. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Oh, maar ik ben nog niet bij Poké Center. Dat maakt niet uit. Doe een duimpje omhoog. Tot de volgende keer. Adios, amigos.